kijkt naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Dinja. Er is aangevraagd een make-up sessie op te nemen. Maar die komt er later aan, want ik heb nu een nagellak sessie. Omdat ik er zoveel heb. Ik heb echt een nagellak tik. Ze zijn nu echt alleen helemaal kapot. Maar dus, en net zoals ik een tassen tik en een portemonnee tik heb, heb ik ook een nagellak tik. Maar mijn make-up sessie komt er echt aan. Laten we gaan beginnen. Ik heb alles gesorteerd op merk. Dus laten we gaan beginnen met Safari. Ik heb deze echt de meeste van. En dit is een hele felle neonkleur geel. Deze van Safari. Ik vind deze echt heel mooi. Dan heb ik ook nog een felle roze. Zo lijkt hij niet zo fel, maar op je nagels is hij echt heel fel. En in al deze flesjes zit 12 ml. Dan heb ik deze donkerblauwe. Nou, niet al te donker. Wel ook van Safari met glitters. Een paarse glitter. Een blauwe, hele lichte blauwe kleur. Blauw. Deze kleur weet ik niet, maar dit is wel met glitter. Alleen ik weet niet hoe je die kleur moet omschrijven. Een groene kleur. Ja, ook al is geen echt groen, een beetje groen. Het heeft wel iets van groen weg. En oranje, neon. En nog hele lichte paars-rozige glitterkleur. Dat was Safari, die leg ik gelijk in de doos. Daar heb ik dus echt een heleboel van. Ik ga nu verder met Creative. Daarvoor heb ik een nagellakbasis. En dit is gewoon, ja, niet zoveel van te zien. Een glitter. Ook van Creative. En daar zitten balletjes in. Ik weet ook niet wat die daarin doen. En nog een roze, lichtroze glitter. Dat was Creative. Dan heb ik ook een glitter van Easy Flow. Dan heb ik ook nog Miss Sporty Twinkle Sign. En dit is grappig, want het is mijn allereerste nagellak. Dus die is helemaal, ja, verziekt. Laat ik het zo zeggen. We gaan verder met Essence. En dit is een glitter essence. Ik heb heel veel glitter nagellak. Een blauwe. Dan heb ik hier een metallic. Dus paars, een beetje van glitter. En kijk, hier zit een glans in. Een bruine. Ik weet eigenlijk niet hoe vaak. Nou, ik weet eigenlijk wel hoe ik eraan kom. Van mijn moeder, die was nagelstylist. Nog een glitter essence. Maar ik wist niet dat ik er zoveel had. Volgens mij pas ineens in het bakje. Gaan we verder met Hema. Een hele mooie blauwe, mintachtige kleur. Groen. Blauw. Wit. Sommige kan je misschien wel herkennen van de Minion video. Deze glans van de Hema ook nog. Glans roze. En nog een glitter van de Hema. Ik ga niet alle cijfers noemen, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Sommige staan het wel op, maar niet allemaal. En dit is een Nail Art Neon Confetti. Blauw mint ook weer. Een blauwe. En dat zijn dus confetti die ik eerst op mijn nagels had. Geel. En roze. Kijk, dat kan je zien, er zit confetti in. En dan heb ik nog van de Ethos een paars-rozige met glitters. Dan gaan we nu verder met Max & More. En dan hebben we ook allemaal nude kleuren. En dat zijn echt hele kleintjes. Een glitter met een beetje, ja, bruin zalmachtig. Ik weet het niet. Een bruine gouden glitter. Bronzere. Een hele aparte olifantenkleur. Hoe zie je het? Oké. Heb ik deze twee keer heel, heel roze
licht roze-wit. Jeetje, dit ding zit nu al bijna vol. Twee van deze kleuren. Ik weet echt niet hoe ik deze kleur moet omschrijven. Ze zijn niet zo makkelijk te omschrijven als die andere. En dan heb ik ook nog deze met glitters. Dan heb ik ook nog van BK. En deze komen uit China. En dit zijn Glow in the Dark. Blauw mint. Ik pas onder mijn muur. Paars. En deze zijn niet echt paars in het donker. Ze zijn gewoon echt van dat neonkleur. En deze komen uit China. Roze. En groen. Dan heb ik ook nog een BO uit China. En deze is ook Glow in the Dark. Wow, is het heel gat. Dan komt het heel zo op gelegen. Een blauwe. Een groene Neon Nail Polish Casule. Deze is wel groen. Nee ja, neon groen. Glitters. Van Donna of zo. Het gaat niet passen. En nog een rood van Maybelline New York. Dat was al mijn nagellak. Ik heb ook nog wel sneldrogers en nagelriemolie, maar dat is niet zo interessant. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Dus ik vind een blauw duimpje omhoog. Niet te abonneren. Doei!